De regering stond op het punt om de COVID-19 maatregelen te versoepelen. Met de ontstaande alarmerende situatie vraag ik u echter begrip voor onze beslissing om deze aanpassing aan te houden, totdat we een beter beeld hebben van de toestand in het binnenland, met name aan de grenzen. Op maandag 27 april, na de bespreking met de politieke partijen, ontving ik het alarmerend bericht dat aan onze oostgrens, aan de Franse zijde, nog twaalf mensen positief zijn getest met het COVID-19-virus. Even later werden wij geïnformeerd dat er intussen nog. Vijf booslieden positief zijn getest, ook aan de Franse zijde. Vanwege hun werkzaamheden moeten wij we ervan uitgaan dat deze booslieden wellicht met meerdere mensen in contact zijn gekomen aan beide zijden van de rivier. Het COVID-19 team heeft daarom direct het ter zake geldende protocol in werking gesteld. Het Surinaamse dorp Chabotabiki, waarvan de mensen in contact zijn geweest met besmette personen, is direct in quarantaine geplaatst. Mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zijn onderzocht en getest. Alle testen aan de Surinaamse zijde zijn tot nu toe negatief. Het onderzoek wordt voortgezet. Momenteel is het COVID-19-team samen met de Fransen bezig met de opsporing van de mensen die in contact zijn geweest met de besmette personen. Het zal tot tien dagen duren om een beeld te krijgen van de graad van de mogelijke besmetting. De ervaring leert ons echter dat één positieve test betekent dat er mogelijk vele andere reeds zijn besmet. Vaak nog zonder dat zij dat op dat moment weten of ervaren. Met dit schrik aan jagend aantal COVID-19 gevallen aan de oostgrens, zou dit volgens de Rekenmodellen kunnen leiden tot rond de 150, tot 200 besmettingen binnen 1 à 2 weken. De dignitarissen van de gebieden zijn inmiddels op de hoogte gebracht en wij blijven met hen in constante dialoog. We weten dat de mensen die langs de rivier wonen, beide oevers van de grensrivier als woon- en leefgebied gebruiken. Met name de verplaatsingen. Op de rivier vormen momenteel een groot gevaar voor verspreiding van COVID-19. Maar ook de voortgaande verplaatsingen tussen dit grensgebied en de rest van Suriname waren ons zorgen. Dit vraagt dat wij resoluut optreden. Met andere woorden, word ding dresi waktisiki. We willen immers voorkomen dat wij moeten dealen met een ongecontroleerde COVID-19-uitbraak, zodat, hoewel enigszins aangepast aan de omstandigheden, ook de verkiezingen op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Om de gehele bevolking van, Surin van Suriname te beschermen, rekening houdend met de verschillende geaardheden. Van de diverse gebieden heb ik besloten de volgende maatregelen per onmiddellijk te nemen. 1 voor de kustvlakte blijven de volgende maatregelen van kracht: de partiële lockdown duurt voort, de publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht, regelmatig handen wassen en twee meter sociale afstand houden. Geen samenscholingen van meer dan 10 personen. 2. Ter beheersing van het Tapanahoni en het Lawa gebied zal er ingaande donderdag 30 april 2020 een totale lockdown gelden op de rivieren in dit gebied. Het gaat hier om afsluiting van de Maroenen, de Lawa en de Tapanahone rivier tot 10 mei 2020. Essentieel verkeer bleef toegestaan. Dat was Taki, Alibai Tapu vanaf Galibi, tena Kamakopang en Sma Nomah de Tapaliba. Essential for care that one taki you abotunaga suddati. you abi, abi the covid 19, you ab datra, you ab the smaf medize asending that den kan go tap a tap aliba. 3 a dar maatregel tot 10. Mei zijn alleen gecontroleerde verplaatsingen van en naar de gebieden toegestaan. 4. De patrouilles op de rivier zullen samen met de Fransen verder worden opgevoerd. Tevens zullen er door het hele land extra controleposten van het Korps Politie en het Nationaal Leger worden ingesteld. We doen op u allen een zeer, zeer dringend beroep: ze strikt te houden aan de regels van het overheidsgezag. Volgt u in het bijzonder de aanwijzingen van het Nationaal COVID-19 Management Team Suriname op. We moeten meer dan ooit samenwerken.